10 jaar geleden kon je met 100 euro dit kopen. En nu? Nog maar dit, door de huidige inflatie. Stel dat hier een oplossing voor is. Bitcoin. Bitcoin is de eerste decentrale digitale munt. Dit houdt in dat er geen tussenpersoon of instantie nodig is om jouw geld te versturen of te ontvangen. Bitcoin is, in tegenstelling tot de euro, geen fysiek betaalmiddel. Maar een digitale code waar mensen financiële waarde aan hechten en digitaal mee kunnen betalen. De transacties die wij doen met Bitcoin worden bijgehouden in de blockchain. Dit is een openbaar digitaal logboek waarin alle transacties worden genoteerd en gecontroleerd. Maar waarom hechten mensen dan waarde aan deze digitale munt? Dit komt omdat er maar een vast aantal Bitcoin bestaat en er geen extra Bitcoin gemaakt kan worden. Zoals dit wel bij ons huidige geldsysteem gebeurt. Daarnaast is het versturen van grote bedragen met Bitcoin ook nog eens veel goedkoper en sneller. In tegenstelling tot de euro wordt Bitcoin niet uitgegeven door de centrale bank. Bitcoin wordt verzameld door middel van miners. Dit kan je zien als een goudmijn. Er is maar een bepaald hoeveelheid goud en daar zijn die mijnwerkers naar op zoek. Dit werkt hetzelfde met Bitcoin. Alleen dan zijn de mijnwerkers vervangen door computers die de hele dag op zoek zijn naar Bitcoin. Er zijn in totaal maar 21 miljoen bitcoins die gemined kunnen worden. Maar zijn er dan wel genoeg bitcoins? Zeker. Bitcoin heeft namelijk nog 8 cijfers na de komma. Waar dit er bij de euro maar 2 zijn. Dit zorgt ervoor dat iedere bitcoin over miljarden mensen verdeeld kan worden als dit nodig is. Of dit de toekomst is, daar moeten wij ook nog achter komen. Maar ben jij naar deze video nou benieuwd geworden naar de wereld van cryptocurrency? Check dan nieuwsbit.nl voor meer informatie. Ciao.